Het is misschien wel een mooie stap weer vooruit. En hopelijk kan, kan ik stappen blijven zetten. Kan ik hier echt uitgroeien tot misschien wel een van de boegbeelden van de ploeg en van de club. Ewout, je wordt over 3 maanden word je 20, maar nu al aan voor de wijze vee. Wat doet dat met jou? Het is tof natuurlijk. Ik had het ook nog niet verwacht, eerlijk gezegd. Ik wou sowieso dit jaar een van de leiders van de ploeg worden. Vorig jaar heb ik daar ook al stappen in gezet, denk ik. Maar dit jaar was echt wel een doel. Maar dat is mij nu al gevraagd dan om echt de kapitein van de ploeg te worden. Dat is toch wel speciaal en toch een eer dat ze mij daarvoor aanduiden. Ook bij de jeugdteams en de nationale ploegen droeg je al de kapiteinsband. Zat het leiderschap al van jongs af aan in? Deels wel, denk ik. Ik ben altijd op het veld wel een van de leiders geweest. Ook door mijn postuur, door mijn winnaarsmentaliteit, toch een beetje een van de voortrekkers van de ploeg altijd wel geweest. Naast het veld moet ik daar ook nog stappen in zetten, dat ik ook daar echt het aanspreekpunt ben, dat ze voor alles bij mij terecht kunnen. Maar dat is iets waarin ik nu ook ga groeien. Ik ben inderdaad bij de jeugd wel al regelmatig kapitein geweest, ook bij de nationale ploegen. Dus het is wel iets waar ik toch al een beetje ervaring mee heb. Al dat in het profvoetbal toch nog iets anders zal zijn, denk ik. Je zegt inderdaad dat je bepaalde aspecten nog mist bij jezelf. Mm-hmm. Is David Fou daar dan het perfecte voorbeeld die je goed zal begeleiden? Mm-hmm. Ja, zeker wel. Zowel met Davy als met Timmy hebben we 2 trainers die zelf enorm veel ervaring hebben als kapitein en die mij daar ook perfect in zullen bijsturen. Het is ook, dat hebben ze ook gezegd tegen mij op het moment dat ze het mij vroegen van wij gaan u daarin helpen. Er zijn nog spelers die ook wel eventueel kapitein konden zijn, die ook, waar dat we ook mee samen gezeten hebben, waar dat we ook tegen onderling gezegd hebben van iedereen moet daar een beetje in helpen. Dus het wordt een taak van meerdere personen. Ik zal wel de band dragen, maar er zijn meerdere spelers die evenveel de leider zullen zijn en, op het veld en zowel op het naastveld ook. En inderdaad, met Davy en Timmy is dat ook 2 personen die me daar perfect in kunnen begeleiden. 1,5 jaar geleden maakte je jouw debuut tegen Antwerpen hier thuis in het regenboogstadion. Had je verwacht dat je na 42 wedstrijden voor Zulte Waregem nu al ging gekozen worden tot de nieuwe kapitein? Nee, dat had ik niet verwacht. Op dat moment zeker niet. Het is inderdaad, het gaat allemaal snel voor mij. 42 matchen geleden mijn debuut gemaakt en dan een jaar en een half eigenlijk gespeeld en nu kapitein van de ploeg. Het kan alleen maar helpen in mijn opleiding, in mijn leermomenten zal ik maar zeggen. Dus het is misschien wel een mooie stap weer vooruit en hopelijk kan ik stappen blijven zetten, kan ik hier echt uitgroeien tot misschien wel een van de boegbeelden van de ploeg en van de club. Het is misschien wel een tendens in het moderne voetbal om jonge spelers met heel wat potentieel uit te roepen tot kapitein. Denk maar aan Matthijs de Ligt bij Ajax. Kan je die trend verklaren? Ik denk dat je nog altijd vaak ziet dat er oudere spelers kapitein zijn, maar er zijn inderdaad sommige ploegen die kiezen voor verjonging. En hoort dat toch meer en meer. Je ziet ook bij veel Belgische ploegen dat ze echt naar jongere spelers kijken op de transfermarkt en zo. En dat Zulte Waregem mij nu ook kapitein maakt, is ook een teken dat zij ook wel een beetje die weg op willen misschien. Dat ze mij nu als kapitein vragen, is misschien gewoon ook iets op langere termijn. Kapitein is niet iemand die elk jaar moet veranderen. Dus ze zoekt daar wel een beetje een stabiliteit in. Dus misschien is dat ook een reden waarom ze voor mij een iets jongere speler gaan met de hoop dat ik hier nog lang kan blijven en lang de kapitein van Zulte Waregem kan blijven. Na al die jaren bij de SCV-academie ben je hier ondertussen kind aan huis. Mm-hmm. Welke tips kan je de jongens uit de academie meegeven om het oog tot het eerste team te schoppen? Ik denk dat het belangrijkste is gewoon van hard te blijven werken en erin te blijven geloven ook. Ik zelf heb het ook altijd moeten hebben van mijn werklust, zal ik maar zeggen. Ik ben nooit het grootste talent geweest in de jeugd, ook bij de nationale ploegen. Het is niet dat als er gevraagd werd wie is het grootste talent van de ploeg, zullen er niet veel trainers mij gezegd hebben, denk ik. Maar door mijn werklust ben ik er wel geraakt. Dat zou ik ook aan de jongens willen meegeven. Blijf gewoon hard werken en goed trainen. De juiste mentaliteit behouden. En dan zit wie weet een profcarrière er wel in. Perfect, dankjewel, Ewout.